Wat is nou eigenlijk het verschil tussen angst voelen en piekeren? En hoe kan piekeren leiden tot een obsessief-compulsieve gedragsstoornis? En wat is dat eigenlijk, een obsessie of een compulsie? Om het verschil uit te leggen tussen angst en piekeren, wil ik samen met jou inzoomen op het mechanisme onder die beide ervaringen. En ik wil ook even credits geven aan Dr. Reed Wilson, een deskundige op het gebied van angststoornissen, die mij geïnspireerd heeft om deze video te maken. Laten we beginnen bij die structuur onder angst. Angst kun je ook zien als een fysieke reactie in je lichaam. En als we daarbij een voorbeeld nemen, dan kan ik ook uitleggen wat het mechanisme is onder die fysieke reactie. Als je in het bos loopt, je loopt op een pad en plotseling merk je op dat er een slang op je pad komt. En dan is er een reactie. Als je het gevaar ziet, het echte gevaar, dan gaat je stressas aan en daardoor komen er bepaalde stofjes vrij, adrenaline en cortisol. En die stofjes die zorgen ervoor dat je angstcentrum geactiveerd wordt. En in dat angstcentrum kun je eigenlijk drie centra zien die met elkaar samenwerken. En dat angstcentrum zit natuurlijk in je brein. En wat met elkaar samenwerkt, dat zijn 1. Je alarmcentrum, oftewel je amygdala. Die activeert jouw lichaam dat je in een vecht-vluchtreactie komt. 2. Je geheugencentrum, je hippocampus. Waardoor je je dus ook weer kunt herinneren van, oh ja, dat is gevaar. En 3, de prefrontale cortex. Dat deel van je brein waarmee je gaat focussen. Je aandacht gaat richten op het gevaar. En die drie systemen die werken met elkaar samen. Je richt je aandacht op het gevaar. Je lichaam komt in een staat van vechten of vluchten. En als je dan bijvoorbeeld wegrent, dan kun je merken dat je daarna nog even tijd nodig hebt om weer op adem te komen. En die adrenaline en die cortisol die in je bloed zitten, die helpen ook weer om het angstsysteem, dat angstcentrum, om dat weer te remmen. Dat noemen we de negatieve feedback. En het heeft ermee te maken dat op die hippocampus, dat geheugencentrum, en op die prefrontale cortex, waarmee je helpt om je aandacht ergens op te richten, zitten wat we noemen receptoren, ontvangertjes. En die ontvangen dat stofje cortisol. Dus terwijl je stressas aangaat en er stofjes vrijkomen om je alert te maken op het gevaar, zorgen diezelfde stofjes en met name die cortisol, die zorgt er dus voor dat er een negatieve feedback is. En die negatieve feedback zorgt ervoor dat die prefrontale cortex en die hippocampus ook weer gaan remmen op die amygdala. En dat betekent letterlijk dat dus dat alarmcentrum dat aan is gegaan, dat zorgt er ook voor dat er een stofje vrijkomt dat via de terugkoppeling, als het gevaar er niet meer is, het systeem weer uitzet. En dat is de structuur onder je angst. En die werkt voortreffelijk bij echt gevaar. Laten we nu kijken naar piekeren. Wat is het verschil tussen angst en piekeren? Piekeren kun je zien als een denken over gevaar. En met je denken je angst onder controle willen hebben. In het piekeren zit het mechanisme dat je uit verbinding gaat met je lichaam. Je gaat uit verbinding met de intelligentie van dat angstsysteem dat via de negatieve feedback weer kan remmen als het gevaar weg is. Dus als je in het piekeren stapt en je gaat denken over het gevaar, dan weten we dat denken over gevaar heeft een minder intensieve, wat we noemen, cardiovasculaire reactie dan het gevaar verbeelden. Dus er is wel een alertheid in je lichaam voelbaar, maar het is niet de alertheid die ontstaat doordat je angstsysteem aangaat. En bij het piekeren heb je ook geen emotionele respons. Dus je maakt niet gebruik van de intelligentie van je angstsysteem dat automatisch weer
uitgaat als het gevaar weg is. Met het piekeren hou je het gevaar in stand. Je raakt uit verbinding met je lichaam. En omdat er dus geen negatieve terugkoppeling is vanuit je angstsysteem om de angst weer uit te zetten, blijf je piekeren. Je blijft denken over het gevaar en er ontstaat een behoefte aan controle, er ontstaat een behoefte aan bewijs. En omdat het bewijs verzamelen en de behoefte aan controle dat gevoel van waakzaamheid in jouw lichaam niet uitzet, immers we maken geen gebruik van die negatieve feedback die je bij een echt gevaar hebt en dat je angstsysteem dat reguleert. Omdat je dus in dat piekeren blijft, stopt het niet. Maar er zit een soort, wat we zouden letterlijk kunnen zeggen, een soort addertje onder het gras. Want wat er gebeurt is dit. Je denkt over gevaar en je gaat in die piekerstand. Vervolgens merk je dat het gevaar niet optreedt. En dan ontstaat er een onlogische conclusie. Zie je wel, het is goed dat ik gepiekerd heb over het gevaar, want de situatie heeft zich niet voorgedaan. Met andere woorden, in ons lange termijn geheugen ontwikkelen we een patroon dat als we gaan denken over gevaar, dan ontstaat er een patroon dat we op zoek gaan naar nog meer controle, nog meer bewijs en nog meer piekeren. Want als we dat doen, dan hebben we in ons lange termijn geheugen opgeslagen. Dan zal de situatie niet optreden. Alleen de vergissing die we maken is dat het gevaar waar we over denken is een situatie die we in ons hoofd hebben bedacht. Die situatie zal niet optreden, want we hebben het immers in ons hoofd bedacht. Maar omdat het niet optreedt, zeggen we, zie je wel, omdat we piekeren, heb ik voorkomen dat het gevaar optreedt. En ik hoop dat je daarin gaat zien dat je vast komt te zitten in een loop. En om uit die loop te komen, dienen we dus te gaan werken met het werkgeheugen en het lange termijn geheugen. Voordat ik daarop inga, wil ik nog heel even een zijstapje maken naar obsessie en compulsie. Wat is eigenlijk het verschil tussen obsessie en compulsie? Een obsessie is als we obsessief gaan denken en vast blijven zitten in het denken. Denken over gevaar, dat noemen we een obsessie. Een compulsie is als we als gevolg van dat denken over gevaar de behoefte krijgen aan handelen. Dat er bepaalde rituelen ontstaan. Dat we bijvoorbeeld het ritueel kunnen ontwikkelen. Ik moet de deur 10 keer checken, zodat ik zeker weet dat die op slot is. Niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, nee 10 keer. En als ik het 10 keer heb gedaan, dan weet ik zeker dat de deur op slot is. Dat is wat we noemen een compulsie. Er is een soort impuls tot gedrag om dat gepercipieerde gevaar van de deur is nog open, om dat ongedaan te maken. Maar omdat er dus geen negatieve feedback is, er geen terugkoppeling is vanuit het angstsysteem, helpt het niet. En we blijven dus in die obsessie. Nee, ik moet nog meer bewijs hebben dat de deur op slot is. En ik ga opnieuw in die handeling om te checken of de deur op slot is. En zo ontstaat zo'n obsessief-compulsieve gedragsstoornis. Je wordt gekaapt in die loop. Hoe kun je daar nou uitstappen? De sleutel om hier uit te stappen, die zit in het feit dat je gaat opmerken dat zodra er een gevaar in je hoofd komt vanuit piekeren, dus je gaat denken over gevaar, er is nog geen echt gevaar, zodra je gaat piekeren over gevaar, dat je dan beseft dat je, als je vaker hebt gepiekerd over gevaar en je merkt dat er een soort obsessie ontstaat om te blijven overdenken, op zoek te gaan naar bewijs, dat je bij jezelf merkt dat er zo'n vermijdingsgedrag ontstaat, dat waar je over piekert, dat je die situatie gaat vermijden, omdat je daar gevaar ziet. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij sociale angst. Je gaat nadenken over wat daar allemaal kan gebeuren en dan ontstaat er vermijdingsgedrag. Het is belangrijk om dat patroon te gaan opmerken.
allereerst dus te gaan opmerken en nieuwsgierig te worden naar dat mechanisme. Want in het piekeren ontstaat een patroon dat we denken over een gevaar en als gevolg daarvan kan vanuit ons lange termijn geheugen het patroon komen van je dient die situatie te vermijden. En je dient die gedachten die je denkt over dat gevaar, dien je serieus te nemen. En je dient bewijs te verzamelen dat het daar inderdaad gevaarlijk is. En je merkt bij jezelf uitstelgedrag, zodat je nog meer tijd hebt om te overdenken wat er allemaal fout kan gaan. Dus die terugtrekkende beweging die je merkt, die ontstaat bij dat piekeren, die wil je doorbreken door te gaan opmerken dat het patroon plaatsvindt. En met nieuwsgierigheid activeer je je prefrontale cortex. En wat je dan nodig hebt is dat je gaat focussen op dit patroon. En dat je nieuwsgierig wordt naar de gedachten die je denkt over het gevaar. En dat je die niet serieus gaat nemen, maar dat je gaat doorzien hoe, met alle respect, hoe onnozel die gedachten eigenlijk zijn. En hoe niet relevant die gedachten eigenlijk zijn. En dat je die gedachten eigenlijk niet serieus dient te nemen. Maar tegelijkertijd is er in je lange termijn geheugen zo'n patroon ontstaan van vermijden. Van pas op, het gevaar, het is groot. En het belangrijke is dat je daarbij dus het onderscheid dient te maken tussen vanuit het piekeren reageer je op ruis. Terwijl als we het hebben over het echte angstsysteem, zoals met die slang, dan reageer je op een signaal van gevaar. De slang kan gevaarlijk zijn. Dus is het logisch dat je je angstig gaat voelen en dat je gaat vluchten. Bij het piekeren reageer je op ruis. Ruis die ontstaat in het piekeren, waarbij je in je lange termijn geheugen hebt opgeslagen van als ik maar voldoende pieker, dan treedt de situatie niet op. Alleen de situatie waar je over piekert treedt niet op, omdat het een fictieve situatie is. En het kost dus tijd om dat te gaan doorzien. Dus als je dat bijvoorbeeld in therapievorm met een therapeut doet, die gespecialiseerd is om jou te helpen om via focus, via mindfulness, via nieuwsgierigheid te gaan kijken naar dat netwerk van piekeren en dan te gaan opmerken dat er dus een impuls is als reactie op dat piekeren die in een vermijdingsgedrag gaat en dat je juist dit dient om te draaien. Deze vermijding die je om te draaien naar dat je er juist nieuwsgierig naar wordt. En dat je zou kunnen zeggen met gezonde agressie naar dat piekergedrag gaat kijken. Zodat je zegt, ik ga kijken welke gedachten in dat piekergedrag allemaal naar boven komen. En ik word er nieuwsgierig naar. En sterker nog, ik ga eens kijken of ik nog meer piekergedachten zou kunnen denken. Nog extremere gedachten zou kunnen denken. En kan ik er dan bij blijven? En je zou kunnen zeggen, dit is een vorm van gedragstherapie met exposure, maar deze gaat nog iets verder dan alleen maar jezelf blootstellen aan gevaar. Deze is gericht op het doorbreken van het mechanisme dat onder dat piekeren zit, waarin je vast komt te zitten. Zodat je gaat merken dat dat piekeren, dat kaapt jou en maakt jou eigenlijk als een object van het piekeren, waardoor je dus niet meer in verbinding staat met je voelen, waardoor je dus niet meer in verbinding staat met je lichaamsgevoel en je emoties, en dat je dus overgenomen wordt door denken. En dat je dus met dat denken denkt het gevaar te kunnen voorkomen. Dat patroon dien je dus te doorbreken. Dat kun je samen doen met een expert, een therapeut, die op de hoogte is van deze verschillende structuren en je daarin ook kan begeleiden. In ieder geval hoop ik dat deze video wat inzicht heeft gegeven in het verschil tussen angst en piekeren en de onderliggende mechanismen. Mocht je vragen hebben, laat ze achter bij deze video. Reacties zijn ook welkom. Laat me weten wat je van deze vindt. Ik zou het echt fantastisch vinden als je abonneert op dit kanaal. Als je lid wordt, dan ben ik ook blij. In ieder geval zie ik je heel graag bij een volgende aflevering van Tijd met Felix. Dag!